Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo. Gefeliciteerd met de overwinning. Tevreden? Ja, dat is zo'n... Ik bedoel, we hebben best een gespeeld, die hebben we gewonnen. En ik denk dat mensen gespeeld hebben. En er zijn altijd wel verbeterpuntjes, maar ik denk dat we vooral vooruit moeten kijken. Ja, wat waren de verbeterpunten? Ik noem er eentje, 17 turnovers. Ja, maar voor mij de laatste kwart 8 of 9 en dan spelen we met een fantasy line-up. Ja. Nou, dat was dan ook te zien. Dan krijg je dat dan ook. Hoeft niet, gebeurt wel. Dan is dat het verbeterpunt dan maar. Ja, ja. Ja. Wat zegt zo'n wedstrijd jou? Niks. Nee, wij zijn beter en dat moeten we laten zien. Ik denk dat we dat eerste kwart doen. Ja, dan is het verschil heel groot. En dan eigenlijk is geen wedstrijd meer. Dus nee. In alles waarom je sport is competitief en je uitgedaagd voelen, en nou, dat zit er dan niet in. Wij zaten een beetje van, goh, wat zouden dan nog de challenges kunnen zijn? En dat één had 100 punten kunnen zijn. Nee, verdediger hebben wat doelen en die hebben we gehaald. Ja. En wat mij betreft is dat het ook. Kijk, ballen gaan erin als je vrij staat. En wil, die keuzes moet je maken. Nou, ballen kunnen er ook niet in gaan. Maar verdedigen houden ze onder de 50. En dat is denk ik altijd een recept voor succes, voor teamgroei. Ja. En dus aanvallend kun je dag hebben, aanvallend. Maar verdedigend voor elkaar werken, dat is denk ik echt wel de moeite waard. Is dit dan lekker voor het vertrouwen richting Rotterdam donderdag? Ja, dat vertrouwen. Als het zo broos is, zeg maar, dat je het hele kleine dingen. Je moet dingen doen die je goed kunt. Ja. Dat is denk ik wat het vooral om gaat. Dat geeft een goed gevoel. En dan blijf je bij jezelf, dan hou je het klein. En doe dat dan ook heel veel. Dus dingen die je heel goed kunt, doe die heel veel. Ja. Dat is denk ik altijd de uitdaging voor dingen. Je moet niet te snel. We winnen met zoveel en dat is goed voor vertrouwen. Want ja. Het zal wel. Ja. Donderdag dus uit naar Rotterdam. Dat is een moeilijkere tegenstander. Dat is echt een pittige uitwedstrijd, zou je kunnen zeggen. Wat is nou het belangrijkste wat je meeneemt, zeg maar, in de voorbereiding daar naartoe? Ja, we hebben een wedstrijd gespeeld vandaag. En is morgen is een dag voor herstel, is een dag voor wat reflectie. We hebben nog 3 wedstrijden te gaan voordat de pool wordt gesplitst. We hebben ons gekwalificeerd voor de eerste 6. Dat is het eerste doel voor het seizoen. Daar komen de goede wedstrijden aan. Ja, dit is eigenlijk wat we willen. Ik bedoel, Rotterdam uit, Leiden uit. In de Serie A, pool, Donau 2 keer, Den Bosch 2 keer, Leiden 2 keer. Dat zijn de wedstrijden die we graag willen spelen. Ja. We hebben nog te groeien. Kevin heeft vandaag weer gespeeld. Nou, dat gaat lang nog niet zoals hij zou kunnen. Nou, daar moet hij ook doorheen. Kevin is een goede verdediger voor ons. Nou, een stapje later hier. Maar dit zijn denk ik prima wedstrijden voor hem. Nou, in ieder geval daar wat ritme op te doen. Bronique traint elke dag met ons mee. En van de onder 18. Die heeft vandaag zo'n minuten gemaakt. Dus ik denk dat het voor iedereen een functie had. Voor mij heeft Noah 4 minuten. Het hoefde niet. Ja. Dus in die zin. Met Nigel ook 5 of 6. En dus hebben we gewoon hele andere line-ups gespeeld. En daar was ook de gelegenheid voor. Donderdag volgende wedstrijd. Maar goed, daar beginnen we morgen maar eens mee. Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo.